Deze beschouwing die gaat over zedigheid. Ik moet er nog een mooie titel bij verzinnen, maar die weet ik wel als de uitzending klaar is. Om zoveel mogelijk kijkeraars te trekken natuurlijk. Ja, jullie weten al wat de titel is, want die staat erboven. Ja, een leuke grap is dat hoor. Ik blijf hem leuk vinden. Zedigheid, dat is het centrale thema. Ik liep vandaag naar huis. Het is snikheet momenteel. En het was trouwens ook toen ik van huis wegliep, was het ook al heet. Wel warm. En dan lopen vrouwen over straat. En die lopen, ja, ze lopen niet in een blote bibs. Maar als ze zouden bukken, dan zou je een blote bibs zien. Ja, zij noemen dat dan zomerse kledij. Je kan ook zeggen dat het gaat om uitdagende kledij. Het is maar wat voor een uitgangspuntje neemt. Hè? Want ja, tot het heel warm is buiten, daar heb ik ook last van. Hè? Maar ja, ik zie er hetzelfde uit als wanneer het koud weer is. Het enige verschil, als het koud is, dan heb ik dikkere sokken aan. En soms heb ik een extra, een soort onder, een onderlange broek, noem je dat? Ja, simpel gezegd, dan heb ik mijn joggingbroek eronder aan. Als het echt koud is, hè. En dan heb ik over mijn bovenlichaam heb ik een t-shirt, want dat heb ik altijd. Dan heb ik over het t-shirt heb ik een sweater. En als het dan echt koud is, dan, en ik heb ook altijd een jas aan, by the way. Want daar zitten mijn spullen in. Ja, je kan ook met een handtas gaan lopen, tegenwoordig mag dat als man. Maar ik doe daar niet aan, je weet zo'n ding. Als ik de deur uit ga, dan weet ik precies wat ik nodig heb. En zoveel is dat niet. Ik heb nodig een camera. Want ik maak graag foto's. En je weet nooit wanneer je wat moois tegenkomt. Een mobiele telefoon. Want je weet nooit wanneer je gebeld wordt. Of als je om een andere reden... Ja, weet ik veel wat. Altijd handig telefoon bij je. En een pen. Dat vind ik ook wel handig om altijd een pen bij te hebben. Maar hoeft niet per se altijd. En mijn portemonnee, ja, die zit dan in mijn kontzak. En mijn huissleutels natuurlijk. En die zitten dan in mijn jas. En daar ben ik helemaal aan gewend. Dus als ik de deur uitloop, dan gaat mijn lichaam doet het automatisch. Hè. Dan voel ik het al in mijn rechter jaszak. Daar zitten mijn sleutels. En dan bij mijn linkerborstkast, dinges, daar zit mijn binnenzak. Nou, daar zit die camera en mijn mobieltje. En eventueel een pen en wat. Een boodschappenbriefje of zo. Ja, zo lees ik er altijd uit. En als het heel koud is, ja, dan red ik het niet met mijn leren jack. En dan heb ik zo'n super warm jack. Dan doe ik die aan. Kijk, en als het dan heel warm is, dan heb ik dus geen lange onderbroek eronder aan. Nee, niet iets van een joggingbroek. Zo. Ik heb wat dunne sokken aan. En ik heb geen sweater. That's it. En voor de rest nog steeds een jas. Ja, waarom niet? Ik heb voor de rest... Ja, iedereen heeft last van de warmte. Dat is verder geen punt. Maar je hebt er wel een beetje last van. Je voelt het wel. Maar ik loop zedig over straat. Nou ja, zedig... In mijn geval kan je dat niet echt zeggen. Want ik ben een man van bijna 60, dus... Maar dan nog, ja. Ja, ik loop niet in mijn halve blote kont over straat.
Dan heb je van die bouwvakkers en die staan hier dan te bouwvakken in die snikhitte. Die hebben dan een korte broek aan en dan onder die korte broek van die grote werkschoenen. Ja. En dan een, ja, we zijn t-shirt aan, een of ander ding met blote schouders. Ja. Ja, ik vind dat dat moet kunnen. Die moeten hard buffelen, man. Maar dan kijk ik naar die vrouwen. En dan denk ik, jeetje, kreetje. Ja, bedoel. Dan moet dat. Ik begrijp dat je als vrouw momenteel niet met een sweater gaat lopen. Maar dan kan je toch een shirtje aandoen, gewoon met een boordje tot aan je hals. Wat is dat nou? Het hoeft toch niet per se zo te zijn dat ik het begin kan zien van waar de borstenpartij, beginnen. Het scheelt 15 centimeter. Waarom moet je dat eerste stuk kunnen zien? Hou er toch mee op. En ik was dus vandaag op sollicitatiegesprek en bij die firma of instantie, dat overheid ding. Nou, daar liepen een aantal mannen, terwijl ik zat te wachten, liepen er wat mannen voorbij. Die waren ook even op bezoek of zo. Hè? En al die mannen waren helemaal aangekleed. En je zag hun hoofd, je zag hun handen. En ja, ze hadden dan... ja, een zomerse kledij aan, in de zin van een, ja, zo'n licht, dun colbertje, ja, van zo'n zomerstofje. En toen werd ik opgehaald door een vrouw en ja, zij had dan een mini jurkje aan en dan open schoentjes. En ik weet zeker dat dat wat zij aan had, dat dat doorgaat voor zedig. Maar dat is het helemaal niet, want ze loopt in de blote benen. Op de werk, notabene. En dat rokje, dat was dan, nou, dat was niet een rokje boven de knie. Nee, dat was een, of een rokje was een jurkje. Het was niet een jurkje tot boven de knie. Nee, ben jij maf. Het was een jurkje tot, ja, onder de bibs. Ietsje langer misschien, maar... Nee, als die tegenover je gaat zitten, dan... ja, dan moet ze er wel de knieën tegen elkaar aanhouden. Anders kijk je tegen de onderbroek aan. Dat is toch niet zedig? Dan ging ze tegenover me zitten aan een bureau. Dus ja, ik kon, ja, gaat niet onder het bureau kijken. Hè, maar als ze dus tegenover je zou zitten... zonder dat er een bureau of tafel tussenin zit, hè, dan... krijg je iets en het lijkt op die scène van Basic Instinct. Met die blonde actrice. En die Nederlandse regisseur. Die ook weer Paul Verhoeven. En zij heet Sharon Stone. Kijk eens, mijn hersens doen het nog. En ik merk dat op... Maar vroeger was dat niet. Ik weet nog wel dat mijn dochter, die was 13, 14. Toen mijn dochter 10 was, ben ik daar het huis uit gebonjourd. Bedankt, Sinterklaasje, maar nou kan je oprotten. En nou, daar waren ze al een jaartje of wat in die scheidingstoestand. En die moeder natuurlijk helemaal all over dat kind. Hè. Maar mooi heb ik het kind voor mezelf. Ze kwam mijn dochter binnen hier, jongen. En het was ook warm weer toen. En die was aangekleed, of beter gezegd, niet aangekleed. En toen, daar heb ik toen wat van gezegd. Ik zeg, hey, je bent geen 8 meer. Ja? Een meisje van 8, ja, kom op. Ik heb nog een hele leuke foto van haar, toen was ze 6. Dat was ergens in de buurt van Wijk aan Zee. Liep ze gewoon in het blote kont.
Geen naturistenstrand, nudistenstrand, nee. Gewoon een kind liep in de blote kont. Ja, een meisje van 6, kom op. Ja, dat moet kunnen. Ja. Maar een meisje van 13, en niet. En ik moet zeggen, sinds die tijd, ik weet niet of dat kwam door die opmerking van mij hoor, maar sinds die tijd heb ik het niet nog een keer hoeven zeggen. En dan zie ik het niet altijd. maar ik ga ervan uit dat zij zich zedig kleedt. Zo heb ik haar altijd wel gezien. Daar ben ik blij om. Dat doet mij deugd. Want ik vind het belangrijk. Anders gezegd, ik vind het er niet uitzien als vrouwen dat niet doen. Ik vind het... Toen hoorde ik ook hè, dat de moeder van mijn kind, die is er ook zo'n ster in, hè, om dan met zo'n jurkje, ze had eens zo'n jurkje van spijkergoed. Nou, dat kwam dus net voorbij de billen, echt net. 5 centimeter of zo, 10 centimeter hoog uit. Heel kort jurkje. Ja, dan gaat ze boodschappen doen. In het centrum van Arnhem, in de Spijkerbuurt. En toen vertelde iemand anders dus aan mij van... Goh, ik zag je ex, zag ik lopen en die ging boodschappen doen. En achter haar liepen 2 Marokkaanse jongetjes van de jaren 14, 15, 16 of zo. Jeugd. En die volgde haar winkel in, winkel uit. Die zaten helemaal, de testosteron, die kwam zo'n beetje uit hun oorschelpen... te geilen op het volgende moment dat ze weer zou gaan bukken voor een komkommer. En hun fijn kijken naar die bilpartij. Ja, ik wil niet zeggen dat als die vrouw dan, die ex dus, als die verkracht wordt, dat ze er dan om heeft gevraagd. Maar wat ik wel wil zeggen is dat wat zij doet, dat gelijk staat aan uitlokking. En als je dat tegen die persoon zou zeggen, dan zou ze zeggen... Nou, ik doe gewoon lekker aan waar ik zelf zin in heb. En als die Marokkaanse jeugd daar dan op geilt, nou, dat moet de Marokkaanse jeugd maar weten, of zo. En dan denk ik, nou, maar dan slaat zo iemand toch een klein beetje de plank mis, hè? Toch? Ja, dat is nou een keer jeugd. En je kan dit niet bij die ouders neerleggen. Er is ook een verantwoordelijkheid, die begint bij onszelf. En dan zeg ik niet dat alleen Marokkaanse jeugd zo naar die schaars geklede dames kijken. Dat doen Nederlandse jongens ook. Dus ook dat nog een keer. En de moeder van mijn kind, die werkt bij zo'n gerenommeerd instituut. En die kwam op een dag thuis en die zei... Nou, ik heb een standje gekregen. Ik moet mij voortaan zediger kleden als ik naar mijn werk kom. En toen dacht ik alleen maar van ja, ik wist dat dit zou komen. De vraag was wanneer... Ik heb er nooit wat van gezegd. Want ja, als je wat van zou zeggen, dan krijg je toch alleen maar een grote mond. Denk, ja, als jij denkt dat jij dat kan flikken, dan moet je dat maar doen. Maar ik had er al een hard hoofd in. Ja, inderdaad, op een dag kwam ze thuis. En, nou, toen heeft ze zich de volgende dag zediger gekleed. En na een tijdje dacht ze van, nou ja, het is weer zoveel weken geleden. Ik ga weer lekker mijn eigen gang. Kreeg ze weer een opmerking. Dat ze 2 opmerkingen aan de kont hangen. En dan moet je op gaan passen. Ja, dat snapte zij ook wel. Maar inmiddels is ze 50. Nou, mag je hopen dat ze dat soort problemen niet meer heeft op haar werk. Maar vreemd vind ik het hoor.
En al helemaal, hè, als je beseft dat het tonen van huid gelijk staat aan onderwerping. In het oude Griekenland en andere dingen waar ze werkten met slaven. Slaven hadden weinig tot geen kledij. Hè? Kledij was voor de slavendrijver. Neem je iemand als de paus. Ja, de paus, daarvan zal je nooit een kuit zien of zo. De paus loopt echt niet in een korte broek. Kan je mooi vergeten. Donald Trump misschien nog wel tijdens de vakantie dat er een foto gemaakt mag worden van Donald Trump met een korte broek. Maar in principe niet, hoor. Want het tonen van huid, dat is aangeven dat je van een lagere kaste bent. Om het maar even Hindoestaans te zeggen. Dus waarom zou je dat doen als vrouw? Waarom zou je huid laten zien en daarmee aangeven, impliciet, of we zeggen subversief, daarmee aangeven dat jij van een lagere kaste bent? Waarom? En waarom vrijwillig? Snap je? Ik zou dat niet weten. Ik zou niet weten waarom je dat zou willen. En ik snap het ook niet dat de moeder van mijn kind dat doet. Ja, ze heeft er wel een tipje van opgelicht. Dat ze heeft dus iets van sekstoestanden met haar vader gehad. En ik heb het idee dat ze in de vorm van een soort van wraakneming of zo hem is gaan uitdagen door zich heel sexy te kleden. Maar ik hang nu de amateur psychiater, psycholoog uit. Maar dat moet je allemaal met een korreltje zout, allemaal, maar met een korreltje zout nemen. Maar je kan je er iets bij voorstellen. Want er is iets niet normaal. En ik zou het fijn vinden als die zedigheid weer terugkomt. En misschien dat wij dan het binnenkomen van al die Mohammedaanse mensen, dat we dat fenomeen kunnen gebruiken in het basisonderwijs over de integratie tussen ons Nederlanders en de buitenlanders. Dat er dan gesteld wordt van kijk, bij het Mohammedanisme is het gebruikelijk dat meisjes, wanneer ze gaan, is het menstrueren of zo, dan moeten ze een niqab dragen of een burka of een hoofddoek of whatever. En dan mogen ze niet meer als een klein meisje over straat. En dat er dan uitgelegd wordt dat niet achterlijk is, maar dat te waarderen valt in die cultuur. Je kan het erover hebben van ja, wat moet je dan je vrouw, of wat moet een vrouw zich dan aantrekken? Een burka, een niqab, of alleen een hoofddoek, of wat dan, hè? Waar je het over eens kan zijn, is dat het zedig moet zijn. En dat wij dat ook vinden. Samen met die Mohammedaanse mensen. Dat schept een gemeenschappelijke grond. Dat schept iets gemeenschappelijks, moet je denk ik zeggen. Gemeenschappelijke grond is denk ik Engels. Common ground. Zo, hè? Het geeft iets gemeenschappelijks. Ik ben geen Mohammedaan, ik sta ook niet op het punt om Mohammedaan te worden. En ik kijk naar andere geloven en overtuigingen, naar de dingen die mij als christen ook aanspreken. En zedigheid spreekt mij aan, tuurlijk. Ik was een keer met Wim, mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin.
hadden we overleg. En we zaten in Café de Wacht. En ik zat met mijn rug naar het raam. En ik ben met hem in gesprek. En ik zie zijn ogen over mijn schouders glijden. Voorbij mijn hoofd schieten. En dan verder glijden over mijn andere schouder. Dus Wim was iets aan het kijken wat langzaam voorbij ging achter mijn rug. En ik draai mij om en ja hoor. Een meisje in een minirok. En daar baal ik dan van, jongen. Daar heb ik ook wat van gezegd. Ja, Wim, we zitten te vergaderen. Hè? Ja, niet voor werk of whatever. Het was een of ander projectje wat we samen aan het doen waren. Maar dan nog. We moeten even wat dingen doornemen. En dan zit hij een beetje te kijken naar het vrouwelijk schoon. Ja. Dan heb ik liever dat die vrouwen niet over straat lopen. Of dat als ze dan toch over straat lopen, dat ze over straat lopen netjes aangekleed. Besef goed dat in het christelijk dogma er ook iets is dat in de kerk, dus ook iets geldt, dat ja, vrouwen dus hun hoofd dienen te bedekken. Met een hoofddeksel, dus dat mag ook een hoedje zijn. Maar het hoofd moet bedekt zijn. En bij een man dan, ja, dan hoeft dat dus, ja, bij een man zelfs niet. Een man mag geen pet op in de kerk. En de vrouw dan een hoedje op. Maar dat is dus ook weer het bedekken van het vrouwelijk schoon. Er is onderzoek naar gedaan dat 80% van de vrouwen, dus echt alle vrouwen, alle maten, alle soorten, alles, van de 100 vrouwen, wordt 80% door de gemiddelde man, of door de mannen, gezien als seksueel aantrekkelijk. Ja. Terwijl vice versa, of andersom moet je zeggen, dan is dat helemaal niet zo. Is het bij 20% van de mannen het geval? 20% van de mannen ziet er dermate uit dat een vrouw denkt dat een vrouw zou kunnen denken aan seks. Maar punt 1, vrouwen denken helemaal niet zo vaak aan seks. Veel minder dan mannen. Dus ze hebben dat zonder meer al een stuk minder. En als je dan een vrouw echt vraagt naar haar mening, ja, dan ziet 20% van de mannen er zo uit dat een vrouw denkt van, nou, met hem zou ik wel een ontbijtje willen eten. In de zin van, die mag wel blijven slapen. En dat die vrouwen dus vallen in, ja, aan die kant die dus door de gemiddelde man wordt gezien als seksueel aantrekkelijk. Ja, dat is toch, ja, hoe jammer het ook is voor die vrouwen, maar het is een wezenlijkheid en daar dien je wel de consequenties van te dragen. Ja, toch? Want onzedigheid, dat is nog nooit goed geweest voor een maatschappij. Nooit. Mijn kind was toen 5 of zo. En toen ging de moeder van mijn kind, en die liep al toch al zo half ontbloot, half ontkleed of ontbloot, over straat. En die ging vervolgens ook nog wipperen buiten de deuren. Ah, en ik dus, brandalarm, noodalarm, lalalalalala. En zij zo heel simpel tegen mij van, nou, maar in Zuid-Amerika is het heel gewoon hoor, dat een stel is getrouwd. En dan die man die gaat ook neuken buiten de deur en die vrouw ook. En dat heb ik toen niet gezegd. Maar dat had ik moeten zeggen. Ja, kijk dan eens naar het bruto nationaal product van Zuid-Amerika. Door de gemiddelde Zuid-Amerikaan, die woont in een sloppenwijk. Ja, niet allemaal natuurlijk, maar massa's. Ja, en daar heerst een seksuele moraal van helemaal niks. Het is algemeen bekend dat als de armoede in een regio door het plafond heen gaat,
dan gaat het seksuele moraal die gaat naar de kelder. En door een of andere fijne medewerker van die politieke agenda van de paus. Zo'n politieke wetenschapper, weet je die nou, die van Huxley. Niet Aldous Huxley, maar zijn neef of zo. Julian of zoiets. Er is studie naar gedaan. Dat als je de seksuele moraal in een samenleving omlaag brengt, dan stijgt de armoede. De armoede is dan aan de ene kant een veroorzaker van het verlagen van de seksuele moraal. En aan de andere kant is het ook het gevolg van een lage seksuele moraal. Dat weet men die daarboven ons loopt te besturen. En geloof me nou maar, die lui daarboven die zijn niet bezig om ons zo productief mogelijk te maken. Sterker nog, ze werken helemaal 100% de andere kant op. Hoe kan je anders verklaren dat ik, toen ik HAVO heb gedaan, dat ik in mijn HAVO-tijd kon uitrekenen dat er zoiets was als een ontsnappingssnelheid voor een raket? Dat is een raket die van de aarde afgaat, die moet minimaal met zoveel kilometer per uur vertrekken. Want anders dan valt hij weer omlaag. Nou, die snelheid, die grenssnelheid, die heet de ontsnappingssnelheid. Ja, ik weet dat het 11 kilometer per seconde is. Dat is vrij snel hoor. Is het nou 11 meter per seconde? Maar erg snel. Ik weet het niet meer aan mijn hoofd. Irriteert me. Nou, ik kan het nu opzoeken op Wiki. Maar jij ook. Ontsnappingssnelheid van de aarde. Ja, ik kan dat. Ik kon dat toen uitrekenen. Dat was tentamenstof. En ook dingen als een satelliet en een geostationaire baan. Op zo'n hoogte. Ja, hoe snel moet die om de aarde heen? Nee, ja, precies. Hoe snel moet hij ronddraaien? Ja, hij moet dus net zo hard ronddraaien als dat de aarde ronddraait, want anders is het niet geostationair. Dus dan weet je de snelheid waarmee dat ding ronddraait, namelijk met een frequentie van eens in de 24 uur staat hij op hetzelfde punt in de ruimte dan. Hè? En dan die hoogte, die ligt dan ook vast. Of die hoogte ligt dan vast. Als je een satelliet hebt die sneller gaat, want die zijn er ook. Heb je vast wel eens 's avonds gezien. En dan zie je zo'n knipperend lichtje. Of een gewoon. Nee, een niet knipperend lichtje. Zie je dan heel langzaam glijden. Dat is geen vliegtuig. Want die hebben knipperende lichten. Zoals het. En die gaan relatief snel. En dan zie je die langzame lichten zie je voorbij glijden. Ja, dat zijn satellieten. En die hangen dus lager dan een satelliet in een geostationaire baan. Nou, dat soort dingen. Dat wisten wij op de HAVO. Tegenwoordig wordt dat niet meer gegeven hoor. Die kennis wordt niet meer doorgegeven. Ze zijn bezig om de jeugd niet meer dat onderwijs te geven wat ze ons hebben gegeven. En dan die seksuele moraal bij de jeugd, ja, die is ver te zoeken. Er wordt ook op school wordt het gepropageerd dat meisjes nu een keer geile sletters zijn, dus ze kunnen zich maar beter net zo kleden. Serieus hoor. Het is geen geintje, snap je? Mijn dochter heeft op het Beekdal Lyceum hier in Arnhem gezeten. Ik heb het daar gezien. Ik heb toneelvoorstellingavond heb ik meegemaakt. Half brakend kwam ik naar buiten. Meisjes van 11, 12 jaar een beetje wegzetten op toneel als slet. Ik vond het, die kinderen van 11 en 12, die wil ik dan niks kwalijk nemen. Dat begeleidend personeel, die moet je arresteren. Lijkt mij. Die moeten voor een rechtbank komen. En die ouders, die het allemaal geweldig vonden. Er was zo'n toneelvoorstellingstoestand en de ouders moesten allemaal komen kijken. Dus
De tribune zat vol met ouders. En die zaten te lachen, jongen, en applaudisseren. En oh, die vonden het zo koddig. Ja, wat je daarmee moet, weet ik niet. Steriliseren of zo? Maar ja, ze krijgen waarschijnlijk toch geen kinderen meer. Want ja, die kids waar ze om zitten te lachen, ja, die zijn al 11 en 12. Dus ja, het leed is al geschiet. Ja. Ab Ortis is ook een beetje aan de late kant voor die mensen. Nou, ik vind het erg. Maar het onderwijs en het personeel in elk geval arresteren. En die school sluiten op last van de burgemeester. Zou ik toch een goed idee vinden met het Beekdal Lyceum van Arnhem. Waar ze de kinderen alleen maar voor de gek houden. De enige vakken die daar fatsoen hebben, dat is het Duits. Dat leren je kinderen, dat is wel handig. En Nederlands is denk ik ook wel aardig gegeven. Engels, ja, dat. Ja, tegenwoordig Engels, ja. Het is zoveel op internet en dan. Ik weet niet of je nog Engels moet doseren op school, hoor. Maar Duits, dat is wel handig. En Frans, als je dat wil. En voor de rest wordt er op het Beekdal Lyceum geen les gegeven. Ik heb het niet mogen smaken. Mijn dochter had dan wiskunde. Nou, dat is een lachertje. Wordt helemaal niks uitgelegd. En dat Beekdal Lyceum, dat is terug naar die zedigheid. Die doen er helemaal niet aan. Dus onze kinderen worden dom gehouden, ze worden aangemoedigd om als slet over straat te lopen. Dat gaat tot gevolg hebben dat de economie in elkaar gaat zakken als een plumpudding. En dan krijg je armoede. Nou, dat in combinatie met een grote toevloed van mensen die helemaal geen Nederlands kunnen. Nou, dan is de chaos compleet, denk ik, hè, zo dadelijk. Ja, ik ben er nou bijna 60 en ja, ik kijk het maar een beetje aan, snap je? Ja, wat moet ik er? Ja, ik kan er weinig aan doen. Ik heb mijn dochter dan af en toe eens op bezoek, als mevrouw de koningin het weer eens tijd vindt. En dan kan ik het met haar over hebben, maar. Ja, dus het is ook, ja, goed, als iedereen dat nou doet, ja, dan scheelt het natuurlijk. Hè. En ik kan het tegen jullie zeggen, hè. Zedigheid is heel belangrijk. Monogamie is heel belangrijk. Geen seks voor het huwelijk is heel belangrijk. En waarbij het huwelijk niet is dat je trouwt voor de wet of zo. Maar wel dat je trouwt voor de familie. Ik zou daar nog een mooie uitzending over kunnen wijden, van wat ik dan versta onder een huwelijk. Een huwelijk in Bijbelse zin. Zonder dat je bij een kerk moet zitten of zo. Het gaat om moraal namelijk. En moraal gaat om zedigheid. En vrouwen hebben daar een belangrijke taak in. Of anders gezegd, het zijn de vrouwen van oudsher die daar, ik moet zeggen, de dinges mee lichten of zo, hè? Die daar een beetje al te makkelijk over doen. Dat wil ik toch even kwijt. Bij deze zomerse dagen. Met deze verhitte temperaturen. Weet je trouwens, dat het is vastgesteld. Dat ze
Die moet ik ook nog aan mijn dochter vertellen. Nou, dat is al zo leuk voor staan te kijken hoor. Maar dan hebben ze gekeken naar de zedigheid van kleding. Hè? En dan werd er, de vrouwen werden dan elke dag. Ik weet niet hoe ze er precies dat onderzoek hebben gedaan, maar ik stel me zo voor dat je dus zo'n onderzoek zou je kunnen uitvoeren door bij die vrouwen eerst te bepalen wanneer ze ongesteld worden. En ja, je moet weten wanneer de eisprong zit. Daar komt het op neer. Hè? Eventueel temperaturen. Dat die vrouwen dus. Maar tegenwoordig kan het heel handig. Doe je zo'n dingetje in je oor, doe je pliep. Weet je. En dan moet je even intypen op je formuliertje op internet van 37,8 of zo. Hè? Misschien is het nog wel beter dat die bliep, dat het direct gaat via het internet of things. Dat je dus als proefpersoon niet kan zien wat je lichaamstemperatuur is. Om het nou helemaal zo dubbelblind mogelijk te houden. Als je alleen maar bliep doet, meer niet. En dan komt het bij het onderzoeksbureau, komen dus de lichaamstemperaturen van de dames komen binnen. En ze moeten van zichzelf een fotootje maken in de spiegel van de kledij waarmee ze de deur uitgaan. Dus voordat ze de deur uitgaan, eventjes in de spiegel, pliep. En dat gaat ook gelijk naar het onderzoeksbureau. Nou, zo zou je het nu doen. Maar het experiment is al gedaan, dus je hoeft het niet te herhalen. En wat bleek nou? Ja, als de ijsprong kwam, dan gingen die dames zich minder zedig kleden. En dan was de ijsprong lekker voorbij. En dan werden de rokjes weer langer. En dan werden de mouwtjes weer langer. En, dan zaten de haren weer netjes in een staart. In plaats van heel frivol omhoog en zo. Ja. Dat is ook zoiets, hè? Het tonen van de achterkant van je nek. Dat is ook een teken van onderwerping, snap je? Dat is ook weer iets wat je prima oplost met een hoofddoek. Dat mensen de achterkant van je nek niet kunnen zien. Heb je, als je toch buigt voor iemand, wat toon je dan? Ja, dan toon je dus de achterkant van je nek. Het is allemaal zo simpel, hè? De wereld zit in elkaar helemaal met symboliek en alles. En hier, iemand heeft eens gezegd, iedereen denkt dat we geregeerd worden door wetten en regels. Nee, wij worden geregeerd door symbolieken, symbolen en tekens. En ik zeg dan even symboliek erbij. Maar dat regeert ons. Dat is de baas. En dan onderhuids, en ze gebruiken die onderhuidse dingen om ons te brengen op een plek in de wereld waar ze ons makkelijk kunnen domineren. Waarin we onze zeggenschap kwijt zijn geraakt. En we vinden dat allemaal normaal, want papa had ook geen zak te vertellen. Dus zoon lief ook niet. Snap je? Anders dan maak ik nog wel een keer een uitzending over de concentratiekampen. Had ik nou net gezegd? Oh ja, het moderne huwelijk. Ik schrijf het even op hoor. Ideeën voor een nieuwe uitzending. Hè? En de historische concentratiekampen. Dat worden twee leuke informatieve uitzendingen. En voor jullie dus, hè, dit ging over zedigheid en ik heb het dus gezien hoe hier in Arnhem de vrouwen over straat lopen. En dat is absoluut niet zedig. Ik vind het er punt 1 niet uitzien. Ik vind het punt 2 niet horen. En vroeger was dat ook niet. Dat is iets van de... Ah, ik wil niet zeggen de laatste tijd, maar... In de jaren 60 is dat begonnen. Ik ben geboren eind jaren 50. En in de jaren 60 kwam dan dat frivole gedoe uit Amerika met vrije liefde, vrije seks. En
dingen als drugs. Nou ja, dan van zo'n popfestival in de buurt van Rotterdam. Dat was net zoiets als Woodstock. Maar dan de Nederlandse versie. Iets met een K en een A of zo. Nou, er zijn ook foto's van. En dat zijn foto's van vrouwen. En die staan daar met ontblote borsten te wiegen op de muziek. Maar dat hoort helemaal niet. Dat is onzedig. Ik hoop dat de naam van het festival mij binnenkort weer even te binnen schiet. Dan kan ik het daar ook nog eens over hebben. Maar dat hoort niet. En ik heb je net uitgelegd dat Julian Huxley, die neef van Aldous Huxley. En Aldous Huxley, dat heb ik niet even verteld of eventjes niet verteld. Dat is de auteur van het boek Brave New World. En het boek Brave New World, dat is het zusterboekje van het boek 1984 van George Orwell. En George Orwell is, by the way, een pseudoniem, moet je zeggen. Van iemand en die heet Blair. Eigenlijk. Maar er wordt een maatschappij in beschreven waarin de elementen van de maatschappij, de burgers, die hebben helemaal niets meer te vertellen. Het zijn automata geworden. Robots. Werkers. Er zijn mensen die zijn geboren om te werken en dan gaan ze dood. En in de tussentijd moeten ze zorgen voor nieuwe werkers in de zin van neuken. En die kinderen die dan mee bij elkaar geneukt worden, ja, die worden wel opgevoed door de staat. Want de bedoeling is dat jij gaat werken, want anders dan stort de staat in elkaar. En je vader deed het ook zo, dus doe jij het ook maar zo. Ja, en wil je dat? Snap je? Ik vraag me even aan jou. En ga me nou niet vertellen dat als je zo dadelijk een samenleving hebt, zoals ik die graag weer terug wil, waarin vrouwen zedig over straat lopen, op keurige schoenen van het merk Birkenstock en consorten, dat je dan een saaie samenleving krijgt. Ik bedoel, je mag nog steeds neuken hoor met je vaste partner. Alleen seks heeft niet meer zo'n prominente plaats in de samenleving, die het ook helemaal niet dient te hebben. Dus seks, dat is iets voor in een slaapkamer. Ik weet nog dat ik, als ik bij mijn oma ging logeren, dat de buren, dat was de familie Kers, en die hadden twee kinderen. En die namen weet ik ook nog wel. Ja, die oudste, dat was een jongetje, die heette Herman. En zijn zus, die was maar 2 jaar jonger. Hoe die heette, weet ik niet meer. Anyway, daar speelde ik dan mee als ik met mijn oma mocht logeren. En dat wilde ik donders graag. Dat waren de fijnste periodes in het jaar. En dan viel mij dus op dat als meneer Kers thuis kwam van zijn werk, om een uurtje of 4:30 of zo, smiddags, dan gingen de gordijnen van de slaapkamer dicht. Want we hadden hetzelfde huis als mijn opa en oma, zo'n rijtjes gebeuren. Hè? Hetzelfde huis. En, ja, ik wist dus waar de grote slaapkamer was. Waar natuurlijk papa en mama slapen. Hè? Je had op de eerste verdieping 3 slaapkamers. De grote slaapkamer, een klein slaapkamertje en een minder grote slaapkamer. Een ruime slaapkamer. Dat was bij de familie Kers precies hetzelfde. Nou, en dan gingen de gordijnen van de slaapkamer van meneer en mevrouw Kers, die gingen dicht. En ik vroeg op een dag aan mijn oma van, wat is dat toch? Oh, zei mijn oma. Ja, als hij van zijn werk komt. Ja, ik was toen helemaal niet oud. Misschien was ik 8 of zo, hè? Misschien iets ouder of zo.
Echt niet oud. Nou, zeg maar, oma, als meneer Kerst van zijn werk komt, dan gaan ze eerst seks hebben. Maar, zei mijn oma, dat is mevrouw seks, hoor. Dat is mevrouw Kerst. Van meneer Kerst hoeft het niet zo nodig, maar zijn vrouw wil zo graag. En zijn vrouw is heel dik, hè? Heel groot, heel dik. Oh, zei ik tegen mijn oma. Ja. En ik heb het er ook nooit meer met mijn oma over gehad. Ja. Ja, zo hoort het toch. Ja. En dat echtpaar had dus elke dag hadden ze seks. Tenminste, als ik op vakantie was, als ik aan het logeren was met mijn oma, dat kon ik zien, elke dag hadden ze seks. Dus ik denk ook wel als ik er niet was. Ja, dat weet ik niet zeker natuurlijk. Maar ja, je mag wel seks hebben, dat is verder geen punt. Maar mevrouw Kers liep keurig, zedig door het huis heen, hoor. Die liep niet in een of ander SM-pakje. Snap je? En die weg terug... Dat was ook een opmerking van hip-hop. Rip-hop, moet ik zeggen. Sorry voor de verspreking. Maar rip-hop... En die doet dan hip-hop. Die houdt van hip-hop. Waar die mee kwam van... Ja, is er nog wel een weg terug? En ik denk... Ja, de weg die wij bewandelen... ingefluisterd door de paus en zijn fijne medewerkers van de wereldorde. Ja, dat is geen wereldorde, dat is de wereldchaos. Dat komt eraan. Armoede komt eraan. Wat in het boek Openbaring staat, hè, over... Er kwam een ruiter aan en de eerste ruiter, zijn naam was dood of zo. En dan kwam er een ruiter en zijn naam was, hoe noem je dat, hongersnood. En ga maar door. Hè. Vier ruiters, dat zijn de ruiters van de apocalyps. Ja, zoiets komt eraan. En de voorbodes daarvan zijn zedeloosheid. Het is ook de... Dat staat in Openbaring 13 of zo. Daar wordt er gesproken over... de moeder der... Ja, de mother of harlots. En een harlot, dat is een hoer. Een vrouw die haar lichaam verkoopt voor seks. En dan de moeder daarvan. Dus de moederbeweging. De baas of zo. Van alle hoeren. Ja, dat ik het even weet, jongen. Ben jij verantwoordelijk voor kinderen? Of denk je het te gaan worden? Of zo? Nou, buckle up, baby. Het tegengas zal nodig zijn. Heb je? Nou, ik vond het een mooie beschouwing over zedigheid. En het einde der tijden. De Mohammedanen. En nog wat andere kreten die je momenteel in de titel ziet staan. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.